De Bruin, de Berlanger en Verschuren zijn gelijkgestemde zielen die elkaar tijdens hun studies leerden kennen. Ze zijn samen een bureau gestart omdat ze elkaar vonden in een voorliefde voor eenvoud. Ze bouwden hier in Wachtebeke op een mooi stukje natuur een weekendhuis op het einde van een lintbebouwing. Voor de bewoners in de buurt oogt het wat vreemd. Sommigen vinden het zelfs een beetje lelijk. Maar voor de opdrachtgevers is het een bijzonder stukje rust weg van het drukke Gentse leven. Het weekendhuis plooit zich rond die boom in een U-vorm met twee ongelijke benen. En op het einde van elk been is er een leefruimte. Daar is het zuiden, daar is de natuur. En om die natuur te respecteren is het huisje iets omhoog getild en rust het op een paar betonnen prefab-elementen, waardoor die zandgrond hier en die natuur ongestoord blijft. Binnen valt meteen de link met de natuur op. Er zijn heel veel ramen, zodat er een direct contact is met de tuin. Een heel eenvoudig houten plafond. Mooi betonnen opgeschuurde vloer. En toch, door dat heel mooi ritme van die ramen en de manier waarop je dan eigenlijk naar die natuur kunt kijken, die maakt dat dat eigenlijk heel rijkelijk is. Drie slaapkamers voor drie kinderen, dat hoeft niet veel te zijn. Gewoon een bed. Werken hoef je hier niet te doen. En als je de deur sluit, dan komt daar de kast tevoorschijn. De architecten hebben het zo ontworpen dat in die serie van drie identieke slaapkamers naast elkaar en dan die badkamer, hier een heel eenvoudig spel van blokken ontstaat in een heel sober ritme. En dat geeft heel veel cachet aan het weekendhuis. Alles draait hier rond die paar stoelen en bank en die hele mooie, eenvoudige houten tafel. Maar het is een hele fijne ruimte omdat ze dubbel hoog is. Eigenlijk heel impressionant. En zo loopt dat trapje verder naar de slaapkamer met een zicht op die natuur. En hier beleef je die volle hoogte helemaal. En hier sta ik eigenlijk in een soort van theater. Er is werkelijk niets te veel aan dit huis. Alles is sterk doordacht. En elke keer opnieuw kunnen die architecten, de Bruin, de Berlanger en Verschuren, van die eenvoud iets heel magisch maken. En dat is waarom dat ik dacht dat jullie ze zeker moesten kennen.